Er gaat een brug komen tussen het eilandje Utopia in het Weerwater en de filmwijk in Almere stad. En wethouder Tjeerd Herma wil daar geen ordinair bruggetje van 3 miljoen euro neerplempen, maar een iconische brug voor 6 miljoen euro. Maar wat kost een beetje brug nu eigenlijk? Ik zocht het uit. Volgens mijn tandarts kost een brug ongeveer 1100 euro. En daar ben ik nog voor verzekerd ook. En wat zijn dan de bouwkosten van beroemde bruggen? De Golden Gate Bridge, dat is waarschijnlijk de meest beroemde brug ter wereld. En zo rete iconisch dat hij het symbool is van San Francisco. De bouwkosten in 1937 bedroegen 35 miljoen dollar. Onhaalbaar dus, zeker gezien de forse inflatie. De Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel, dat is de bekendste brug van Nederland. Die kostte in 1996 zo'n 90 miljoen gulden, ruim 40 miljoen euro. Dat gaat hem dus ook niet worden. Voor echt iconische bruggen moet je toch minimaal aan 12 miljoen euro denken. Tenzij je hem van staal maakt. Volgens de prijsindex van het CBS zijn vooral stalen bruggen sinds 2008 enorm in prijs gekelderd, gemiddeld wel 12%. En de Golden Gate Bridge, die is ook van staal. Dus, als we nu eens een mini Golden Gate Bridge maken, over het Weerwater. Mijn tandarts is voor.